zo'n beetje alle autofabrikanten hebben SUV's. En ja, stel je hebt geen zin in een SUV, hè? Dat kan, want te groot en te hoog en politiek misschien niet zo correct. Dan kun je gaan voor een niet-SUV bij Volvo, dus niet voor de XC90, maar voor een V90. Wat een goede keuze is, want een fijne auto. Maar misschien wil je wel iets wat een klein beetje buiten de gebaande paden kan. Nou, daar hebben ze wat op bedacht. Dat is deze. Dat is de Cross Country. En ook Audi heeft dat, hè, in de vorm van een Allroad. En Mercedes, die komt daar binnenkort mee. Dat zijn eigenlijk auto's voor mensen die eigenlijk niet zo goed weten wat ze willen. Geen SUV en ook die andere niet. Alleen dan doen ze dat bij Volvo wel op de goede manier. Het is namelijk niet alleen een beetje ver-SUV'd in de vorm van wat robuust kunststof. Nee, de auto staat daadwerkelijk hoger. 6 centimeter. Dus niet 2, zoals bij de meeste andere merken. Nee, 6 centimeter hoger. Als je dan een keer ergens wil komen waar je normaal misschien niet goed komt, dan lukt dat. Want vierwielaandrijving en bodemspeling. Auto komt naar Nederland. Knal nou niet vol gas naar je Volkswagen dealer bij de aanblik van deze grote SUV van Volkswagen. Dan gaat hij niet staan. Nu niet en over een poosje ook niet. Dit is de Volkswagen Atlas. Dat is technisch een beetje een Volkswagen Tiguan. Dus met een MQB-onderstel dat in de basis voorwielaandrijving heeft, maar eventueel uit te breiden met achterwielaandrijving. Dus vierwielaandrijving, een viercilinder, eventueel een VR6. Niet de modernste motor. Van binnen prima, maar in Europa zijn de producten van Volkswagen vaak net iets moderner vormgegeven. Dit is dan ook een versie bedoeld voor Amerika. Het is groot, niet perfect qua state-of-art techniek, innovaties en dergelijke. Maar het aardige misschien wel. Je zou denken, hé, dat is dan een Touareg. Nou, er komt natuurlijk een keer een nieuwe Volkswagen Touareg. En die Touareg die komt dan weer op dat MQB-platform waar deze auto opstaat. En dat is dan gedaan om hem ietsje minder kostbaar te maken en eigenlijk ook om hem ietsje lichter te maken. Dus het komt er eigenlijk een beetje op neer dat je deze auto niet ziet in Europa, maar dat de nieuwe Touareg misschien wel technisch het een en ander overeenkomt met deze auto. The all new EcoSport. Leugentje om, best wel. Binnenin is die verbeterd. Nieuw interieur, groot scherm ook, centraal geplaatst. En dan was die EcoSport niet best. En daarna werd hij wat beter. Maar minder slecht, kun je ook noemen. Maar inmiddels is de productie van India naar Roemenië gegaan. Nog steeds budget, dus kunnen ze hem voor fatsoenlijk geld aanbieden. Hij is helemaal niet helemaal nieuw. Hij is eigenlijk niet zo heel veel nieuw aan. Behalve dat interieur is opgeknapt, betere materialen. Neusje zoals die andere Fords, hè? De Kuga onder andere. Maar ja, je kunt je natuurlijk wel afvragen. Het blijft een EcoSport. En die EcoSport heeft natuurlijk wel voor een beetje reputatieschade gezorgd bij Ford. De andere producten, niks mis mee. Goed, mooi rijgedrag. Nou ja, Ford dus, zeg maar. En dan kwamen ze met dit ding en net niet. Ja, dan moet deze auto, de all new EcoSport, het gaan doen hier in Amerika voor Ford. Cadillac Escala, mooie naam, schaal. Op zijn Spaans. Verder is er niet heel veel Spaans aan deze Cadillac. Hij is wel 5,48 meter. Zeg maar Mercedes S. En dan nog een beetje. Voorin een V8. Biturbo. Ja, gaan we hem zien. Nou, niet zo 1, 2, 3 in Nederland. Cadillac is sowieso niet zo heel erg sterk natuurlijk in Europa. En ook niet in Nederland. Maar. Hij gaat waarschijnlijk wel komen. Er is nu een topmodel van Cadillac. Die moet afgelost worden. Deze auto, ja, dat wordt min of meer de opvolger van dat topmodel. Het nieuwe vlaggenschip van Cadillac. En in elk geval de designtaal van deze auto zullen we terug gaan zien in toekomstige Cadillacs. En dan zou het toch wel aardig zijn als dat een keertje doorbreekt. Hè? Want hier in Amerika is Cadillac groot. Ja, het is gewoon sterk. Echt een sterk merk. In Amerika heeft Cadillac het imago en de brand heritage van een merk als Mercedes en BMW. En daarmee moeten ze natuurlijk de rest van de wereld gaan veroveren. Of het lukt, ik weet het niet. Het is wel een mooie auto.